Gasten, jongens, meisjes, dames en heren. We zijn er weer. Local vs. World is weer helemaal terug. En vandaag hebben we weer een GTA video voor jullie, jongens. En vandaag gaan we jullie iets heel speciaals uitleggen. Want vandaag gaan we een truck openen. En ja, dat is ook mogelijk. Heel veel mensen verklaren dat voor onmogelijk. Maar laat ik jullie één ding zien. Check dit dan. Check dit. Niet die telefoon. Ik zei niet die telefoon. Ja, you want some food? Kijk. Dan heb je hier een vrachtwagen. Als die niet direct open gaat, jongens. Wees niet ongerust. Hoppa. Dan ga je er bovenop staan als dit niet gebeurt. En dan pak je gewoon een wapen. En dan map je gewoon een paar keer bovenop het ding. Hoppa. Oh, wat is dit? Wat? Je kunt gewoon achterin een vrachtwagen staan. En dan kun je ook gewoon rijden, jongens. Je kunt hier waarschijnlijk ook gewoon een motor in kwijt. Maar 9 van de 10 keer als je hier achterop staat. Misschien dat ik het nog een keer kan doen. Kijk, zie je? Als ik er nu bovenop spring, gaat die al open. Leuk geheimje voor GTA Online. Dus als jij je hele crew in stealth mode wilt verplaatsen. Ga gewoon achterop dat ding staan en die deur gaat open. Dat is een leuk... Wauw. Broekzak is een beetje aan het glitchen. Maar ja jongens, je kunt die deuren open en dicht doen met je lichaam zo. Kijk, nu doe ik hem weer dicht. En dan doe ik hem weer open natuurlijk. Precies op het moment dat ik hem wel dicht doe. Ja, Koen blijft er even staan. Kijk, en dan doe ik hem zo, boem, en dan is hij helemaal weer dicht. En als je er dan hier op springt, kijk, boem, gaat hij automatisch open. Dat gebeurt ook op het moment dat hij aan het wild aan het rijden is. Als er geen, let op, als er geen bot in zit. Als hij stilstaat en er zit niemand in, dan kun je er gewoon in gaan zitten. En dan gaat hij automatisch open op het moment dat je hier achterop staat. Of dat je op het dak zit. Hier zo. En als dat nog niet werkt. Dan sla je gewoon op het dak. En dan gaat die vanzelf open. Dus jongens. Ik hoop dat je deze video leuk hebt gevonden. Misschien heeft iemand hier nog iets toe te voegen aan deze. Aan deze video. Oh. Hexen. Ja. Doe een like omhoog. Want weet je fucking veel moeite het kost om dit kutvrachtwagen. Hierin te krijgen. Dat is waar, yeah. Dat is waar jongens. Maar kijk, hier is het grootste offer. Hier is de grootste schade. Want wij hebben een helemaal een cargo bot moeten stelen om het... Dat is niet opgeblazen, hè. Dat is mij niet opgeblazen. Jee Koen. Dus wij hebben deze truck hier gekregen met de cargo bot. Toen hebben we hem hier letterlijk ingeslingerd. En we hebben nog geluk gehad dat hij op 4 wielen landde. En toen hebben we helaas deze... Hij viel op de zijkant. Oh, oké. Okay. Toen hebben we nog die cargo bob hier, die hier staat. Die hebben we toen nog kunnen... die is helaas overleden bij die truck. Oh ja, die leeft er nog wel. En die hebben we weer op 4 wielen kunnen zetten. Kijk, zie je? Die kunnen er even genoeg in rijden. Alhoewel, hij is wel toegetakeld, maar... het kan. Kijk maar, ik ga even achteruit, vooruit. Hij is nog in leven. En ik zie een broekzak helemaal in het rook. Links naast me zitten. Ik ben droog, man. Ja, dat ding is echt kapot. Maar, nee, weet je hoe je dat doet? Ik laat het je nog één keer zien. Dan spring je erop, kijk, boep, hoppa. Dan gaat hij open. Nee, ik heb nou genoeg laten zien. Ik heb nu genoeg laten zien. En Koen, dit voor je. Auw. Hutch, even Koen af. Hoe kun je dat... Nou jongens, laat een like achter. Dit was een vette cheat. Maar hij had geen armen van 2 meter. Hij zou het nog terug gaan zien in de video. Ik denk van, what the fuck gebeurde daar nou weer? Maar jongens, bedankt voor het kijken. Ik zie jullie heel binnenkort weer. Is het niet met GTA, dan is het wel met The Walking Dead. En... Als die met The Walking Dead is,
dan is het wel met GTA. En als het geen GTA is, dan is het wel iets anders. Dus, jongens. Dan is het wel een Walking Dead. Ja, maar het kan ook een how-to video zijn. Oh, wacht even. Ik moet even iets doen. Dat is niet aardig. Nou ja, dat is payback. Zo zullen we het noemen. Dus, jongens. Ik doe even dit. Ik doe even dit. En tot morgen. Bye bye. See you later, alligator.